Pellaan gaat binnenkort op de schop en wordt een 30 kilometer zone. De bomen worden gerooid, de straat wordt tot 4, 5, 6 meter uitgegraven, want er komt een stamriool in. Maar die bomen worden gerooid. Dat is een ding wat zeker is. Dat heeft de gemeenteraad zo bepaald. Er is een kapvergunning afgegeven. Dus binnen nu en 3 weken worden die bomen gewoon gerooid. In 3 dagen tijd gaan ze weg. Maar om nou een goed beeld te krijgen van de historie van de Capellalaan, want dat is nogal een beetje een nostalgisch beeld bij, en dat klopt ook, is Guus Rusing van ons op onderzoek gegaan. Hoe is de historie van deze bomen? Hoe is deze laan ontstaan? En was dit wel een doorgaande weg naar Duitsland? Guus weet er alles van. Guus, die bomen op de Capellalaan, die staan er toch al eeuwen? Nou, op Capellalaan en bomen en eeuwen, dat valt eigenlijk wel een beetje tegen. Hier was een kleine boerengemeenschap. We weten onder andere dat hier de hoeve Muggenbroek lag. En er was een verbindingsweg van de Zwartbroekerpoort naar deze gemeenschap. En dat pad, dat voetpad, karrenspoor, hoe je wil, dat volgde eigenlijk de meanderende Roer. In 1418 besluit de toenmalige gemeente Roermond, het stadsbestuur, dat hier een klein kapelletje moest komen, zodat de mensen zondags hier de mis konden volgen en niet naar de stad hoefden. Dat karrenspoor, dat blijft bestaan, maar ja, het stroomt wel eens onder als de Roer hoog stond. Het was modderig, maar pas in 1730 verleent de toenmalige keizer van Oostenrijk, die hier de baas was, toestemming. Hij gaf octrooi, zoals dat zo mooi heet, om een fatsoenlijke weg aan te leggen. Dat was keizer Karel de VI. Pas toen kun je spreken van Capellerweg. Van bomen is ook dan nog geen sprake. Dat komt pas later. Ja, Guus, waar staan we hier nou? Waar kijken we naar? We staan buiten de zogenaamde processiegang. En wat betekent dat? Dat is eigenlijk het einde op dit moment van het modderige zandpad wat van die Zwartbroekpoort naar deze plek leidde. En toen het Redemptoristenklooster gebouwd werd, moest de architect 10 ellen van de kerk afblijven. Want men wilde in processie rondom de kerk kunnen trekken. En daar gaan we direct even kijken. Mooi, Guus. Waar zijn we hier nu? We zijn hier in de zogenaamde processiegang. Met aan die kant het klooster van de Redemptoristen. En aan deze kant de kerk. Wat bijna niemand weet, is dat dit eigenlijk openbare weg is. Want het voetpad van de stad richting Melick liep hier doorheen. En op dit moment is nog altijd de geldende afspraak, of men zich daar precies aan houdt, weet ik niet, maar dat de deuren aan weerszijden tussen zonsopgang en zonsondergang open moeten zijn. Ja, Guus, we staan hier op een driesprong, zoals dat heet. We gaan die wegen precies naartoe. En was dat altijd al zo? We staan hier inderdaad op een soort van driesprong. Maar tot 1730 was de situatie hier heel anders. Zoals al gezegd, de Capellalaan was in feite een karrenspoor wat zich hier doortrok richting Melick. In 1730 wordt die nieuwe Capellalaan aangelegd en dat geeft ook nieuwe kansen om betere wegen aan te leggen richting het Duitse achterland. Tot dat moment was de Veldpoort de poort die toegang gaf naar het oosten, naar Duitsland. En de Veldpoort die lag ongeveer waar nu het station ligt. 1730 is die Capellalaan fijn op orde en wat nu de Herkenbosscherweg heet, kreeg toen de naam Nieuwe Keulse Weg. Want van hier maakte men een doorsteekje naar de oude Heerbaan naar Keulen. En ook de weg richting Melick, wat nu de Heinsbergerweg is, werd verbeterd.
Hey Guus, we staan hier aan de voet van de kapel en we kijken naar de stad. We kijken nu naar de grote weg van 1730 richting stad. Alleen heeft men naar de hand nog een bocht in die weg gecorrigeerd bij de roer. Men heeft daar de roer een beetje verlegd en aangepast, zodat de weg helemaal recht was. Kort na 1730 werd de Kapellerlaan beplant met olmen. Het woord olmen gebruiken wij bijna niet meer. Dat kennen we eigenlijk alleen nog maar van de uilzert in de olmen. Maar met olmen zijn iepen bedoeld. Behalve rondom de kapel, de kerk, daar werden 9 linden aangeplant. Guus, waarom linden? Tja Rob, waarom linden? Dan moet ik je een heel eind mee terugnemen in de geschiedenis. Want eigenlijk is het planten van linden rondom een heiligdom, rondom een kerk, een idee van Karel de Grote. Dus we zitten dan, zeg pak een beet, in het jaar 800. En Karel die vond dat die lindenboom, dat die toch magische krachten had en dat die paste bij een heilige plek. Vandaar dus dat men hier bij de kapel in het zand, nog niet de grote kapel die we nu zien, dat men daar 9 linden aanplantte. Een ander fraai voorbeeld eigenlijk van het gebruik van lindenbomen is de kapel onder de linden, de naam zegt het al, in Thorn. Ze hebben terechtgekomen in het jaar 1730, de eerste aanplant van iepen op de Kapellerlaan. We hebben nog 300 jaar te overbruggen en dat wil ik graag de volgende uitzending met u doen.